Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Bijstoks, Roermond, Maasbracht en Heerlen. Is je pensioen goed geregeld? Ja, heel goed. Ik ben weduwe. En ik ben heel tevreden en ook heel dankbaar dat ik goed achtergelaten ben. Mijn pensioen? Ja, ik heb een goede werkgever. Mijn pensioen is goed geregeld. We zijn nog met z'n tweeën en we zorgen voor elkaar. De een dit en de ander dat. Dus ik heb nog niet zo direct te maken gehad. Maar wat ik dan verder weet en soms zie of hoor, ja, ik vind het niet slecht. Vindt u dat de ouderdagsvoorziening in Nederland goed geregeld is? Ja, vind ik wel. Ik moet even goed denken. Kijk, in mijn eigen situatie goed geregeld is. Maar ik kan me voorstellen dat voor sommige personen in dit land minder goed geregeld kan zijn. Helemaal niet. Nee, maar dat merk je in alles natuurlijk. Oude mensen, kijk, mijn moeder wordt 90 jaar. Die snappen er niks van, een bejaardenhuis. Kijk, die worden allemaal uitgeperst natuurlijk, hè, door verschillende regeringspartijen. Maar wat doen we daar? Niks. Ja, ik loop nu langzaam tegen die leeftijd aan dat ik er zelf wel eens dingetjes over lees natuurlijk en over nadenk. Maar het, op zich is het goed geregeld, ja. Ja, het kan natuurlijk altijd beter. Maar ik ben tevreden zoals het nu geregeld is, terwijl er toch wel enkele dingen best gefine-tuned kunnen worden. Maar dat is aan de mensen in Den Haag om daar iets verzoenings voor te regelen. Ja, ik denk het wel. Ja, ja. Mensen kunnen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Daar is alles wel op ingericht. Ja, dus ik vind dat het wel goed geregeld is. Ik denk dat er heel veel mogelijkheden zijn. Maar ik denk dat het ook per individu heel verschillend is op welke manier je er gebruik van kunt maken. En ik denk dat daar best wel verschil in zit. Ja, weet je, ik zit zelf nog niet in dat circuit. Nog niet uiteindelijk. Hè? We komen er wel. We komen er wel, ja. Dus, houdt u zich ermee bezig? Ik wil er wel een beetje van op de hoogte blijven, want ik wil toch kijken wat me te wachten staat tegen die tijd. Hè? Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926.